En het ministerie van Financiën is op 10 april gestart met fiscale hervormingen. In het kader hiervan heeft zij een driedaagse workshop Fiscal Strengthening to Support Economic Growth, FISEG, georganiseerd. Deze workshop moet zorgen voor een fiscale versterking ter ondersteuning van de economische groei. Het doel is belastingprocessen efficiënter te maken, waardoor de doelstellingen van het ministerie bereikt kunnen worden. Dit geeft Iris Sandel, directeur planning, ontwikkeling en financiering van het ministerie, in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan. Sandel is tijdens de workshop inhoudelijk ingegaan op alle doelen en hoe die samen met de inzet van belanghebbenden bereikt kunnen worden. Voor deze workshop zijn verschillende stakeholders, waaronder de Centrale Landsaccountantsdienst, uitgenodigd. Tevens participeren alle directeuren, afdelingshoofden en personen die betrokken zijn bij het beleid aan deze workshop. De bedoeling is aan het eind van de workshop een uitvoeringsplan te presenteren. Het gaat hierbij om een afgebakend uitvoeringsplan, bestemd voor de belanghebbenden die het werk gaan doen. De financiering van de fiscale hervormingen vindt plaats via een IDB-lening van $40 miljoen met een looptijd van 5 jaar.